Goedemorgen, dames en heren. Welkom op de fokdag van Ta het Behoud. We hebben hier een prachtig terrein en prachtige paden. Hopen we op een goede kwaliteit en het weer is goed. Het waait een beetje en het is niet warm. Zonnetje erbij. En wat kan er nog misgaan? We zullen het zien. Het is weer een beetje aangepast vanwege de corona. Geen publiek. Maar goed, dat mag de pret niet deren. Volgende keer publiek erbij. Veel kijkplezier. Goed zo, Karma. Zo. De oorvlieger van de wind is niet meer weten als je bij jou bent. Je moet er aan de andere Amerika. Pieter hierheen, hem die hinder zo'n pakken. Pieter!
weten, heren. Ik heb geld bij me. Moet dat nu? Goedemorgen trouwens. Gaat dat geld of een kaartje? Hier lekker voor voorplot. Dat doe ik ook wel. Ik krijg geen één met dit. Je is klaar dan. Op vertrouwen dan. Het komt altijd weer goed. Geest je tevreden? Ja. Ik zie dat ze allemaal beter waren. De meeste waren beter. De maanden waren de bluffen daar, die waren iets minder. De meeste maanden waren beter te worden. Good job. Good job. Good. Pak ze maar hoe, Marijn. Pak ze maar hoe, hè. Pak maar door en Marijn de volgende. We zien Bergma. We zien Heren en Naam. Hij is klaar. Dankjewel, Pieter. Heemen en George, die staat er echt door.
Zo snel, de rest niet. Er zit ook aspirant bij, dat duurt ook even lang. Kalm aan, hè?
Die taart, ja, Pieter. Kalm aan. Kalm aan, Pieter. Terugzetten.
Nou. Hallo, hallo. Ja, ik breek even in, Henk. We hebben hier nummer 109. Een paard wat ietsje lang in zijn hoofd is, wel voldoende sprekend. Zou ietsje meer nek kunnen hebben. Hals is voldoende van lengte. Ook de schouder ligt er voldoende in. Het rugje zou wat sterker mogen zijn. Hij is op een lenden een beetje strak en dan is het kruis behoorlijk hellend. Zou ook iets meer lengte in zijn voorbeen mogen hebben. De stap was vandaag het probleem. Hij heeft rechtsachter een behoorlijke kortere stap als linksachter. Vandaar dat het ook niet een hoog cijfer is geworden. In draf maakt het paard zich wel mooi. Hij is behoorlijk bergop en hij zet het achterbeen ook wel goed onder het lichaam. Vandaar dat we hem vandaag opnemen in het stamboek zonder premie. Voor een premie moet het paard beter stappen. Ja, maar niet een idee.
Goedemorgen, nummer 112, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd was, het een goede schouderligging, een hele sterke bovenlijn, ook een kruis wat goed van ligging was. Alleen het beenwerk zouden we wat correcter willen zien, met name het linker voorbeen willen we correcter zien. In stap en in draf zou het paard iets meer onder moeten treden, maar vanwege het beenwerk wordt dit paard vandaag niet opgenomen. Super, Marijn. Dat kan wij hier eens met Rom, hè? Ja. Even recht op een naam. Er volgt hier de uitslag van nummer 110. Een paard wat
voldoende edel in zijn hoofd is. Hij heeft ook veel halslengte die ietsje horizontaal is. Paard heeft een sterke bovenlijn. Kruis zou misschien iets meer lengte kunnen hebben. De stand van het achterbeen is voldoende. Maar de stand van het voorbeen is te toontredend. Dus eigenlijk afwijkend. De stap zou iets meer kort lang, en in draf, ja, dan komt het paard van voren wel omhoog, maar dan komt het achterbeen, zou meer onder moeten worden gebracht. Maar vanwege de stand van het voorbeen wordt het paard vandaag niet opgenomen. Good job. Mooi losje, Kaleman. Had je geleid, zeker, jongen? Kaleman, wat een hoek het nu. Zo is je braaf. Zo, beste Mary.
Been omhoog. Hij is alleen heil. Oh, tja. We hebben hier de uitslag van rubriek 6a. Ik begin met nummer 111. We gaan weer net als andere jaren van voren naar achteren. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Wel een voldoende lange hals die iets horizontaal is gesteld. Het paard is een beetje stijl in zijn schouder. Heeft wel een hele sterke bovenlijn. Zou iets meer kruislengte kunnen hebben. Het beenwerk mocht ietsje droger recht, vooral in zijn sprongen. De stap was voldoende ruim, maar zou iets meer takt kunnen vertonen. In draf zou het paard wat meer opwaarts, wat meer moeten reizen en het achterbeen iets meer onder het lichaam moeten plaatsen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek en gepremeerd met een derde premie. Dan kom ik bij nummer 107. Een paard wat voldoende ras heeft, een edel hoofd, heeft genoeg behang. Heeft ook een hals die verticaal geplaatst is. Heeft ook een voldoende sterke bovenlijn. Hij zou ietsje sterker in het middenstuk moeten zijn. Kruis is wat hellend. Het paard heeft hard beenwerk, droog en hard beenwerk, heeft ook een goede hoek in zijn benen. De stap, de paard kan heel ruim en ook heel krachtig stappen met een lekker door zijn lijf. Heel goed stappend paard. In draf, ondanks de neerwaartse bouw, ging de paard met schoft omhoog en had ook een goed achterbeengebruik. Vanwege zijn goede bewegingen, in bouw zouden we graag wat anders zien, maar wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Dan hebben we nu nummer 108. Een paard wat edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Ook een beetje een horizontale hals heeft. Het paard is voldoende opwaarts gebouwd. Heeft een sterke bovenlijn. Ook een lang kruis erin. In stap hadden we vanmorgen wat twijfels, in de eerste presentatie wat twijfels, toen was het paard een beetje gespannen. Stapte die wat kort lang. We hebben hem nu op tweede plek laten binnenkomen en toen ging het paard beter stappen. Dus dat was wel een punt beter. Vandaar dat het paard vandaag ook wordt opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Vergeten het totaalbeeld van deze hele rubriek. We hebben nu twee tweede premies en een derde premie. Nummer 109 is opgenomen in het stamboek. Nummer 112 en nummer 110 konden helaas niet worden opgenomen.
Joyce, kan je haar eigenlijk 100%? Dat is Joyce. Ik denk dat het niet 40 geweest. Oh. Je moet haar eigenlijk weer. Good job. Super. Losjes, hè? Losjes, hè? Zelf weer erin. Oh ja. Handje leeg, handje leeg. Handje leeg. Handje leeg. Good job. Zo naar beneden en losjes erin letten. Losjes, net de hutballen. Zo, zelf erin. Hij is op schaal, wie dat is. Goed. Goed. Oh, kale man, kale man.
vrouw. Oh my. Zelfen heen. Right job. Dollar. 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 Good. Dan volgt hier de uitslag van nummer 118. Een paard wat edeler in zijn hoofd mocht zijn. Heeft voldoende halslengte, die ietsje horizontaal is. Heeft een stijle schouder. De rug is voldoende sterk. Heeft ietsje strak op de lendenen. Kruis is voldoende van lengte. Ook goed van ligging. Het beenwerk was voldoende droog.
Hij is iets toontredend. In een stap zou de paard wat meer activiteit mogen vertonen. Hij heeft wel voldoende ruimte. In draf zouden we hem toch wat taktmatiger willen zien draven. Van is een draf dat hij taktmatiger moet, wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek. Dan volgt hier de uitslag van rubriek 6b. We beginnen met nummer 114. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd heeft, is een beetje een hals die wat horizontaal is en ook wat diep uit zijn borst wegkomt. Zou ook in de bovenlijn iets bespierder en iets sterker mogen zijn, vooral kruis-lende aansluiting. Kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Paard is wat onderstandig en zou wat droger in het beenwerk mogen, wat harder in het beenwerk mogen. De stap zou wat ruimer kunnen zijn en ook wat meer activiteit kunnen vertonen. In draf is het paard iets neerwaarts, heeft een voldoende voorbeen gebruikt, maar het achterbeen zouden we meer onder het lichaam zien geplaatst. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan komen we bij nummer 115, een paard met een edel hoofd, een lichte hoofd-halsverbinding, ook een hals die verticaal is gesteld. Voldoende van lengte, in de rug zouden we de paard toch wel iets sterker willen zien. Ook kruislende aansluiting zou beter bespierd en sterker moeten aangesloten zijn. Het kruis is iets kort en ook iets hellend. Het beenwerk is hard en droog. In stap zouden we graag meer ruimte zien, vooral in het voorbeen. Het voorbeen wordt opgetild en heel snel weer neergezet. In draf is het paard voldoende opwaarts en heeft ook een goed achterbeengebruik. Maar vanwege de stap wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. We hadden drie paren gekeurd in deze groep. Nummer 118 is opgenomen in het stamboek. En nummer 114, en nummer 115 en 114 een derde premie. Thank you.
zijn. Vlaag.
Komt hier de uitslag van nummer 119. Een paard met een edelhoofd, ook een verticale hals die ook voldoende lang is. Goede schouderligging, ook in de bovenlijn vinden we dit paard sterk. Heeft een misschien iets kort kruis. Het beenwerk zou wat droger en wat harder van kwaliteit mogen. Maar de stap was niet intact. Hij tilt rechtsachter. Hij telt rechtsachter een beetje hoger op als linksachter. In draf dan maakt het paard wel veel ruimte. Maar dan zou hij het achterbeen vooral meer onder het lichaam moeten brengen. Want hij brengt zijn hakken wat naar de staart. We zien toch liever een meer gedragen draf. Maar de stap beperkt vandaag de derde premie of ster. Het paard wordt wel opgenomen in het stamboek. Ik zal proberen een beetje hier aan deze kant, twee microfoons in je hand, dan is het soms wel eens wat lastig dat je contact hebt. Nummer 122, een paard wat ietsje edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, heeft voldoende halslengte die ook
verticaal gesteld is, een goede schouderligging. Ook in de rug zien we dit paard goed. Hij heeft een sterke bovenlijn. Het kruis is wat kort en wat hellend. Het paard heeft een lang voorbeen, maar ook een heel lang achterbeen. Vooral de schenkel is vrij lang. Dit paard zou in stap ook wat regelmatiger en wat meer takt kunnen stappen. Heeft rechtsachter tilt hij soms wat hoger op als linksachter. In draf dan maakt het paard zich van voor, heeft hij een goed voorbeengebruik. Maar hij zou toch achter veel sterker moeten zijn en heeft ook wat weinig bespiering op die schenkel. Vandaar het paard heeft wat moeite om de wending door te lopen. We nemen dit paard vandaag op in het stamboek zonder een premie. De bewegingen zullen sterker moeten zijn voor een premie.
Piet. Let's be clear. Yeah. Oh. Good. Oh. Yeah. So, yeah. 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 Hij is nou zitten, hè? Dat is een mooi stadje.
Dan hebben we hier de uitslag van de volgende rubriek. We hebben hier 5 paarden gekeurd. 119 en nummer 122 zijn opgenomen in het stamboek. En ik begin met nummer 121. Een paard met een voldoende edelhoofd, heeft ook een verticale halsstand. Het schouder is ietsjes aan de steile kant, de rug zou ietsje sterker mogen zijn. Heeft voldoende kruislengte. Dit paard zou in de benen heeft hij voldoende kwaliteit. Het paard zou beter moeten stappen, wat kort lang. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij ook een voldoende achterbeengebruik. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan krijgen we nummer 123. Ook een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een lange, iets horizontale hals. Wat stijl in zijn schouder. Wel een hele sterke bovenlijn. Ook een kruis wat voldoende van lengte is. Het paard is nogal wat week gekoot. Paard wat heel goed kan stappen. Tenminste in de presentatie liet hij een ruime stap zien met veel veer en ook veel lichaamsgebruik. In draf was hij voldoende opwaarts. Zou het achterbeen misschien iets meer onder het lichaam kunnen zetten. Maar vanwege een hele goede stap wordt deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Hey! Peter! En dan hebben we nummer 124. Een paard met veel front. Iets lang hoofd. Een goede schouderligging. Ook een sterke bovenlijn die mooi vloeiend overloopt naar het kruis. Heeft ook een lang kruis. Heeft ook een goede beenstand, ook een goede hoek in het achterbeen. Paard wat heel goed stapt en ook heel goed draaft met een sterk achterbeengebruik. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een eerste premie. Mensen blij gemaakt, hè? De kampioen draaier. Nee, dat doen we nog. Er zit nou een groep mij dan. Ja, maar dat heb ik niks. Nee. Oh. Ja, dat is een groep. Ja. Dat is voor mij. Dat heb ik niks. Dat heb ik nou melden. Die heeft die jullie zijn er net. In de hand, hè? Ik vind het er mooi mee. Als je stapt, dan is hij wel in de val. Heb je een uitnodiging? Nee, helemaal niks. Ik ben niet te streng. Dat gaat echt vries. Ja, oh. Ik moest haar hem goed doen zo. Nee, mooie merrie. Ja, beste stappen. Ja. Die tweede die stapt ook best hoor. Ja. Die kan ze met hem mee doen. Ja. Hij hoeft helemaal niet zo gek te doen. Een paard heeft zoveel balans in zijn lichaam. Ja, die tijd ook net. De andere is geen sterren meer. Nee. Dit hebben we goed gedaan. Hij moet wel druk houden trouwens. Hij houdt wel heel lang. Hij moet wel ophouden niet. Ja. Dit is ook maar net aan, maar goed. Toch kun je... Ik weet dat Jaap Scholz had... Ja, troplaat hoor je. Oh.
vol te stappen. Hey. Ja. Even deze pakken dan? Nee, ik kan de boeren vast houden. Kom maar, Harry. Kom maar naar mij. Ik doe meteen niet even voor de mij. Nee, joh. Ja, maar je moet wel. Je stappen. En dan lopen. Dan gaan we door de muur. Ja. Pak je een keer voor, maar hij krijgt niks. Ja. Ja. 25. Een paard met een zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een lange verticale hals, ook een goede schouderligging. Sterke bovenlijn. Kruis wat goed van ligging is en ook goed van lengte is.
Het beenwerk is goed van stand, heeft hard en droog beenwerk. In stap zien we hem toch continu kort lang stappen en hij zou ook ruimer moeten stappen. De draf miste het lichaamsgebruik een beetje en hij zou ook meer het achterbeen onder het lichaam moeten plaatsen. Wel een goed voorbeengebruik. Dit paard wordt vanwege de ongelijkheid in de stap opgenomen in het stamboek met zonder premie. Met zonder premie. Nou weer goed. En onderdrukken. Hij zit er alweer onder, met dit, hij hangt gewoon zo laag.
stonden al even te wachten, dus nu een toelichting die in het Nederlands is. Nummer 128, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, ietsje zwaar in zijn hals, wat ook een beetje diep uit zijn borst komt, een voldoende sterke bovenlijn. Kruis is voldoende lengte, maar iets hellend. Paard heeft een iets kort voorbeen. Kwaliteit van het beenwerk was voldoende hard en droog. Paard zou in stap, zien we toch regelmatig dat hij kort lang stapt. En in draf heeft het paard heel veel moeite om de balans te houden en om de oprichting te houden. Het achterbeen blijft ver achter en moet meer onder de massa. Vanwege de stap en de draf wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek. Oh, ja.
Dan hebben we hier de uitslag van nummer 130. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft wel een goede halsstand, maar de hals is een beetje zwaar en komt een beetje diep uit zijn borst. Voldoende sterk in de bovenlijn en ook het kruis is goed van ligging en ook van lengte. Voorbeen zou misschien iets langer mogen zijn, maar dat is een fractie. Paard is licht sabelbenig. In stap zien we toch, het paard is ook heel erg gespannen. Is hij wat kort lang, dan zou je ook wat meer ruimte mogen maken. In draf, dan mist hij toch de souplesse in de rug en dan zou je ook het achterbeen meer onder het lichaam moeten plaatsen. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Van de laatste groep driejarigen. We hebben hier een vijftal paarden gekeurd. Deze twee vonden wij premiewaardig. De andere paarden zijn allemaal opgenomen in het stamboek. We beginnen met nummer 129. Een paard met een voldoende edel hoofd, ook een verticale hals, goede schouderligging. Dan zouden we de rug voor een driejarig paard toch wel wat sterker willen zien. Het kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend. Het paard zou ook iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. Beschikt over hard en droog beenwerk. De stap zouden we graag wat ruimer willen zien. In draf waardeert deze merrie zich op. Vandaar dat deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan krijgen we een uitslag van nummer 126. Ook een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Ook een beetje een tikkeltje onderhals heeft. Voldoende lange hals, ook een sterke bovenlijn. Kruis zou misschien iets meer lengte mogen hebben. Ook het voorbeen zou iets meer lengte kunnen hebben. Paard is licht sabelbenig. Maar een paard wat goed kan stappen, ruim stapt met veel veer en ook veel lichaamsgebruik. En ook in draf is het paard opwaarts. Heeft hij ook een heel goed achterbeen gebruikt met veel buiging. En ook veel ruimte. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Lara van Oosterhuis, Patroon, 103.
geboren 13 april 2019. De velder Tjalle, de kampioenshengst, Fort in Wieten, de prevering, Triple E. Uit Nienkeuk van het College Wieten, stil prevering, met een Triple E en 5 nakomelingen. Moeders van het Beert, sport en preferent uit de fokkerij van de Oezinga. Fokkerij van de Hoek in de drachtencompagnie. Dat zijn de twee kampioenskandidaten. En de jury is van de Peter van Bouwmeester en Jan Hellings de verantwoordelijke taak om het eremetaal te verdelen. Vanmorgen dus in de rubriek werd opgeplaatst overtuigend een oranje rozet verdiend. En ja, het is natuurlijk qua leeftijd klaar. Zo is toch nog een wereld. We gaan eens kijken hoe het lijkt met Lara van Oostenburg, de Tjalle, van Beert van Arie de Hoek. We zijn toch nog serieus aan het overleggen over de definitieve volgorde. Ik geef met alle genoegen de microfoon aan Jan Hellings voor het bekendmaken van de uitslag. Ja, dankjewel. We hebben hier twee mooie jonge paarden. Gaan beide goed in het gras typen. Heel als uitslag, ook sterk gebouwde paarden, goed beenwerk. De stap zijn ze allebei vlot, mooi actief, goed doortredend. Het verschil heeft dat nu vandaag een beetje gemaakt in de draf. Het paard dat best op de achterbeen komt, dat het mooiste opwaarts vertrekt. Dat wordt vandaag onze kampioen en we komen uit bij nummer 103, officieel. En nummer 96, een heel goede reservekampioen. Dus hij moet alleen iets sterker worden, maar het ziet er voor de toekomst goed uit.
Beide gefeliciteerd. Dankjewel, Jan Hemmings. Mooie beschrijving van deze kandidaten. En de uitslag die definitief in het voordeel van 103 is uitgevallen. Een mooie dubbelslag ook voor Hengstenstation. Stander Mersken, beide vaderdieren van deze kampioenspaarden. Die kunt u vinden op het station van de Mersken bij Aren en Marieke Orma. Aan Popke van der Meulen de taak om de kampioensdeken uit te reiken. De kampioenssjerp is al opgehangen. Even een korte reactie bij de familie De Hoek. Ja, ik denk dat het zo is. We gaan een beetje beginnen winnen. Maar wie doet het goed? Wij mag hoi. Nou, Ari. Ja, alles wint, maar een kampioen worden wint nooit, denk ik. Ik ben nooit, ja, ik word niet meer, maar ik maak altijd wel meer mensen en ik kom in voor laag. En dan is het op een soort van mennen, die als ze van winnen. En die gaan nooit al vallen, toen nog verkeerd. Die zeiden, hoor, maar mooi, je moet net voor deze weg. Die gaan het Portugese van bracht er een heerlijke voor mij van die mensen. En die zeiden, is dat mooi? En die zijn wel je woorden in. En toen gaat het hier maken. Ik kan hartstikke leuk maken. En natuurlijk, Aarhaken was hij niet vroeg, die wil je niet net onderschatten. Ja, die hebben ja, de draaien, je draait hier in, de trimmetje, die maken ze het helemaal hier, en je hebt sterk, daar maken dus die draaien in, dik in de materiaal. Nou, nog mensen. En natuurlijk, ik even bij familie Kamstra, en dan mevrouw Kamstra, even wat zitten. Nou, dan jou ik weer allemaal genoeg de microfoon even naar jou. Nou, ik wil even zitten, het is wel een bijzonder verhaal dat deze inter. Deze inter had inderdaad door Mem van Lem, Maaike K.W., die geboorte, die kreeg koliek. En toen had de familie Kanninga, Peter en Grietse Kanninga en Andries en Inke, die hadden maar de flessen grut gebracht. Dus ik vind het geweldig. Die weer eigenlijk een hartstikke dingen. En nog stil het dus hier, joh. Dat ik vind dat gewoon, ja, de prestatie dat we hier jongen stil maar deze vallen. Dus de familie Kanninga, hartstikke bedankt. En ik moet deze prijs opdragen aan Janneke Verma, want die is. Die kennen jullie ook aan het en dat weet ik. Nou, mooie woorden door het adres, zeker van de familie Kamminga. En we genieten mooi hebben van dit succes, het is hier van harte gegund. Ik zou zeggen, Joop, even een passend muziekje voor de vierde ronde van de kampioen. En de reservekampioen 2024 bij de jeugd, de jongeren van Tachtig Behoort. Zet ze maar even in beweging, voorop Lara van Oostenburg. Sjalle Kebeer van Arie de Hoek. Reservekampioen, Memory K, memorabele voilà. Maar de flessen terugbracht en dan toch hier mijn ere rozet in deze kampioensronde van Dat het Behoor. Lokmeester van uw Kerstra. En uiteraard, dank voor de jury. Lekker bezig. Zet ik mooi in, hè? Nou, en de zoeken die... Superman. Beide hebben ze, hè? Die zoeken natuurlijk straks nog rond van het algemeen kampioenschap. Even een vraagje aan de voorzitter Tonke van de Meulen. Blijft het hierbij? Ja, goed. Eén kandidaat voor het kampioenschap driejarigen. Anders dan weg de kandidaat voor de AKB-Landa-proces. Deze 124.
Goedsken en Wim. Gewonnen 16 mei 2018. Terwijl er is 4-4 als gestopt. Dubbelaarse winst. Moeder Minke en Veen winst. Sport en Stem. Moederswaarder Knorper. Zevoudig oud-kampioen van de Hengstekeuring. Eveneens preferent met een triple E-achtig zijn naam. Fokker mevrouw Iveen en Alvera mevrouw BT van der Meulenveen tegelijk. In eigen woon bij mevrouw BT van der Meulenveen te gelijk. De regenerisse, nou, de stierbeline startblokken van die AKW Douwe trofee die ontvangst en in was teken van het kampioenschap van de treinwerken dit duurt op tussen Marrenheide waar toen ze 21 en voor de bespreking van deze topmerrie jou ik voor alle genoegen het punt in oor voor de inspecteur Piet Bergsma. En dan komt de familie van de Meulen niet tussen de discount nemen op. En dan heeft Piet Bergsma alle gelegenheid om deze mooie rijvereniging te bespreken. Ja, dankjewel. Nou, dit was niet een heel moeilijk kampioenschap. We hadden 1 eerste premie. Maar wat voor eerste premie, een prachtig paard. Een paard met een heel mooi, of een heel edel hoofd. Een verticale halsstand, wat je graag ziet. Ook zijn ruglijn is sterk en een heel goed paard, wat goed kan stappen. En u zult straks zien dat hij ook heel goed kan draven. Gefeliciteerd. Nou, prachtig succes toch. Kwaliteitsvolle merrie hebben we vanmorgen ook zien lopen bij de individuele presentatie. Echt super bewegings. Een prachtige ereprijs, de AKW Douwe trofee. Een prachtig hoogtepunt voor de eigenaar, mevrouw Van der Meulenveen in Garijk. Uiteraard ook felicitaties aan het adres van de medevolkster, mevrouw Iveen de Alga, eveneens uit Garijk. Dan gaan we genieten nadat de jury ook even de felicitaties heeft overgebracht aan de eigenaar. En dan zou ik zeggen, Manning Lemstra met Jannik de Moer, zet deze Goitske RV naar de zee in beweging. En uw applaus voor deze kampioen bij driejarigen hier in Garijk. Applaus, dames en heren. Frederik gaat vanuit Moederswaarder Branders 345, de oud-kampioen
de sportpreferente Hengst, Fokker S. Hadelen en A. Siekerman in Burgen en in Eigenbeek bij S. Hadelen in Noordbergen. En ondertussen mevrouw Monique Blom, TTL-meester en inspecteur Jan Hellings opnieuw de piste betreden om ook deze vierjarige kandidaat voor het kampioenschap 4 jaar en ouder nog eens in de te beoordelen, zeker te bewonderen. Voordat de Mary ons gaat veraangenaam met een hele mooie passagierenronde, wachten we nog even op het jurycommentaar. En komt ook de familie Havelaar-leden in de piste om de felicitaties van hun kampioen 4 jaar in Leiden in ontvangst te nemen. Tot voor Wubbe, de voorzitter van Taart Behoort, reikt een vrij eredeken uit aan de kampioen. En dan geeft Jan Hellings de gelegenheid om de loftrompet dus af te steken op deze Judan H. de Alwin Keer Brons. Jan, aan jou het woord. Ja, dankjewel. Dit was de Kroonmerrie, die hebben uitgenodigd voor Centraal, dus voor het kampioenschap. Merrie die zich heel goed presenteerde en mooie rastype staat, mooie edele uitstraling heeft, mooi gebouwd. Heeft ook een vul aan de voet, dus nog een prachtconditie. Heeft zich heel goed gedaan. Is heel makkelijk een stap, vooral een stap waardeert het paard zich enorm op. Heel ruimte erin, takt erin, mooi ontspannen. Nog een draf, veel vermogen. Dus een terechte kampioen. Proficiat. Een mooie beschrijving van woordvoerder Jan Hellings namens de jury. En we maken ons op als Joop de Ruiter. De geluidsman vandaag en geestelijk leefdomaar. Een passend muziekje heeft. Een paar leuke foto's nog even geschoten voor later voor het familiealbum. En we maken wij ons op. Samen met Charlie de Broer. Voor de ereronde van deze Kroonmerrie kampioen 4 jaar in Leiden. Gefeliciteerd, familie Hamerland. Evenals de juryvragen voor het algemeen dagkampioenschap, die zal dit iets gewijzigd zijn van samenstelling. Mevrouw Annemiek Elzinga, in het gezelschap van de twee inspecteurs, de heer Jan Hellings en Piet Persma, en zij gaan gedrieën besluiten welk paard we hier straks na deze stijlvolle afsluiting van de voordag. Voor wat betreft het keuringsgebeuren in elk geval gaan we bekronen met het aanwijzen van de algemeen dagkampioen 2021. Voorop dus Lara van Oostenburg, de Tjalle Kibir van haar in de hoek. Dan Goitske R.V. de Pier, Kier Norbert van mevrouw Van der Meulen, Gerijp. En dan natuurlijk vraag nummer 143, Hilda H. van Havelaar in Noord-Bergen. Hij maar die mening hem. Alwin van het
kampioensprinter van de familie De Hoek in de achtste campagne. Lara van Oostenburg. En oma te boeter Jilde, sinds we wel op zijn vriend. En Bo Kieperkrol. Komt er nog een nieuwe kroon op die prachtige parel van deze Lara van Oostenburg. Hoetske R.V. van mevrouw Van der Meulen. Veenje, Verrijk. De Pier, naar Norbert. De spanning stijgt. Lijkt het met de kansen voor 143. Zojuist verkroond als kampioen 4 jaar en ouder. Deze kroonmerrie van Alwin Pier Brandes van Hameland in Noord-Pergam. Komt u maar weer even rondstappen in catalogus volgorde. Dan kan de jury ondertussen, ik zie dat er nog druk overlegd wordt, tussen de juryleden onderling, voorop de Twenter, dan de 3-jarige, dat is goed, de 4-jarige in de andere categorie. En dan neem ik aan dat inspecteur Piet Bergsma straks verder van de uitslag bekend gaat maken. Ze stappen nog even rond in volledige ontspanning. Ja, en dan is het de vraag: kiest men voor de jeugd, kiest men voor de oudere garde of kiest men voor de Vulde Middenberg? We horen het zo dadelijk. Het verlossende woord zal zoals eerder vandaag tot u worden gesproken door inspecteur Piet Bergsma. Terug. Nou, ik kan de vakvereniging wel feliciteren met toch wel hele goede kwaliteit en goede paarden hier in de kampioensring. Een hele mooie 2-jarige, een goede 3-jarige en een goede oudere. Ja. Alles is vertegenwoordigd. En ja, nu moesten we kiezen uit 3, dan wordt het toch lastig, hè? Maar we hebben begrepen dat we een kampioen en een reservekampioen hebben. En daar vonden we toch, ondanks dat het paard een veulen aan de voeten heeft, dat hij zich heel het best heeft laten zien. Maar we kiezen nu toch wel voor de jeugd. Dus bedankt nummer 143. Een geweldig mooi paard dat goed stapt en ook heel goed draaft. Dan bleven er nog 2 over. En ja, die ontlopen elkaar toch niet echt heel veel. De een die draaft misschien iets beter met een iets opwaarder en de andere die stapt iets beter. Dan hebben we toch gekozen om nummer 124
de kampioen te maken en nummer 103 een hele goede reservekampioen. Gefeliciteerd. Nou, toch een hele mooie en stijlvolle afsluiting van deze kampioenskeuring. We hebben de inspecteur Piet Bergsma horen verwoorden. En ik zie namens het Vriespaardenstandboek waarnemend directeur Marijke Akkerman intussen in de hoofdpiste. Hartelijk welkom ook. Fijn dat de stamboek op deze keuringsdag die wel door kon gaan, in elk geval in aangepaste vorm ook. De ereprijs behorende bij een dagkampioenschap die fraaie uitgevoerde Banvoort uit Wildrijk en namens het bestuur van de Koninklijke Vereniging het Fries Paardenstadboek. De ereschelp behorend bij een dagkampioenschap en de kenner op. Een prachtige dag die een schitterende climax kent in het algemeen kampioenschap van deze Goitske RV. Pierman Norbert van mevrouw B.T. van der Meulen-Veenje in Gerijden. Het wanbord is uitgereikt door Marijke Akkerman. De bloemen namens Lucia Klaver van het bestuur. En natuurlijk ook een hele sprankelende reservekampioen. Zeer eervol, toch ook strijdend voor dit dagkampioenschap. Kwam net te kort in de finale ronde. Maar toch een fantastische prestatie, wederom een prachtig succes voor de familie De Hoek uit Drastencompagnie. Uiteraard beide fokkers en eigenaren oprecht geluk gewenst met deze prachtige successen. Als voorzitter Popke van der Meulen het laatste ere rozet heeft aangehangen, dan maken wij ons op voor de stijlvolle afsluiting nadat de jury nog even de felicitaties heeft aangeboden. Mag ook niet. Niet? Oh, ik dacht jullie nog wilden feliciteren. Oké. Okay. Ja, het moet toch wel een klein beetje wennen, hè? Geen hand. Sommigen niet doorbreken dan het protocol even. Goed, bedankt allemaal. Ik dank ook de jury uiteraard. Joop, ben je zover? En bent u dames en heren zover? Dan gaan we natuurlijk allemaal even staan voor de huldiging van de kampioen, het Fries Volkslied. Toch een hele indrukwekkende en stijlvolle huldiging van de nieuwe kampioen 2021 van Tappet Behoort. Ik zou zeggen, een afsluitende ereronde van deze beide toppers. En u, publiek, beloopt hen met een ovationeel applaus. En Joop, ik zou zeggen, even een heerlijk sfeermuziek in de ronde. En dan genieten we nog een keer van Goitske RV, Pietje Norbert. En Lara van Rozenburg. De Tjalla Vermeer. Prachtige afsluiting. Bijzonder verslaagd toch ook in afgesloten vorm. Bestuur aan de hand. Felicitaties dat jullie toch hebben doorgezet. En om dit mogelijk te maken. En toch weer iets van de schreeuw. Hola. Kunnen